Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. En in deze aflevering gaan we weer wat maandjes oppikken en we starten nu. Okay. Het is weer feest, want het is tijd om naar het volgende landje te gaan. Tenminste voor mij, Sander was er de vorige aflevering al, want Sander is zo'n snelpie. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat je snel was? Was dat niet de bedoeling? Ja, nee, dat wel. Hey, zie. Dat was zeker wel. That was my planning, zoals ze dat in het Engels zeggen. Planning? Ja, ken je dat niet? Dat is een Engels leenwoord. Oké. Wooded Kingdom is wel eentje die ik echt tof vind. Vooral de muziek van Wooded Kingdom is nou echt. Ja, nee, dat. Die hoor ik niet. Dus dat kan ik niet. Maar die zit ook in de mix die ik onder deze video's gebruik. Dus. Ah. Onder de mixing. Kabum. Zit je trouwens in de goede template? Ja. Au. Goed zo. Je hebt me dood laten. Nee, dat was echt compleet waar. Wow, hij wou het gewoon dat... mijn schuif open. Bro, ik zeg ook nog helemaal nee, het is mijn eigen schuld. En dan gaat hij zo. What the fuck, deze guy. Dying. Soms wou ik echt dat ik zo'n slimpie was. Helaas, Ing. Altijd een slim idee. Zo. Maak dingen mee. Riek. Nou, gewoon rondjes lopen werkt niet. Oh. Deed je mij nou een soort van na? Deed een soort van jouw pesting. Was je mij nou aan het disrespecten? Ja, dat sowieso. Hoezo landde die guy niet? Wat een crazy guy. Oké. Oh. Meen je dit? Wat wil Bowser? Flowers. Hout. Hout, want je zit in Wooded Kingdom, toch? Ja, die koos ik eerst, maar dat was fout. Wat? Die koos ik eerst, maar die was fout. Oh. Waarom flowers? Voor zijn bruiloft. Oh, ja, dat klinkt wel logisch. Logisch. Boom, kabooming. Ik heb nu wel echt dat... Oh, dat is dat liedje. Ja, tuurlijk. Die is vet chill. Dat is zo'n chilling remixing. Nee. Nee, het is niet eens een maar het is wel mixing en chilling. Dat klopt, ding, ja. Au. Nou, dat maakt niet uit. Want wij doen zo... Is dat zo'n leventje? Dat is wel zo'n leventje. Ben je nu een blije jongen? Ja, eigenlijk wel ja. En dan ben ik ook een blije jongen. Kabooming, ik heb ook 3 van die sterretjings. Ik ben boos, Ing. Wat? Hoezo? Dat je 3 van die sterretjings hebt. Ja, maar kijk, Wooded Kingdom is niet per se mijn guy, zeg maar. Dit is niet mijn sterkste punt, hè. Wat is dan wel je sterkste punt? Sand. Wow, dat is wel lastig dat je die al gehad hebt dan. Nou. Dat helpt niet. Ja, dat weet ik. Dat is ook pijnlijk best wel. Ja, dat is het zeker. Nou, misschien zijn anderen ook wel dat het toch verrassend goed afgaat, zeg maar. Maar ik weet van Sand, dat is mijn ding, zeg maar. Ik weet, daar ben ik goed in. Want ik heb echt heel veel begin van de speedrun en einde van de speedruns gezien. Okay. Van één guy. Maar ja, dat weet ik. Maar ja, het probleem is een beetje dat het einde is gewoon straightforward, zeg maar. Ja. Yeah. Dus ja, daar heb je niet zoveel aan. Nee. En het begin, dan weet je alleen... het zit. Sand en diegene die daarvoor komt. Ik weet niet wat dat is. Die Top Head Kingdom of zo, hoe heet die? Oh ja, daar. Die.
Maar ook daar, daar zijn niet zoveel van die, Guy Moons te vinden. Die dus dat moons? Is, ja. Guy Moons, ken je dat niet? Dat is Moons en dan Guys en dan Kaboom. Oeh, Kaboom daar ook van. Sander, wat stuur ik jou nou? Waar zit Kaboom, Kaboom City of zo? Of wat was dat ook alweer? Ik stuurde jou ook iets waar ze Kaboom gebruikte. Volgens mij was dat een ticking talking. Ja, dat is sowieso een ticking talking. Maar ik weet het niet meer. I do not waiting. Geeft niks, Henk. Wacht, waarom ga ik voor de coins? Dat weet ik niet. Ik niet waiting. Goed, we gaan in een of andere garen toren. Ja? Oh, je bent daar. Oké. Okay. Dat weet ik ook omdat ik dat net geheading heb. Dat dacht ik alweer in. Dit is gevaarlijk. Wat is gevaarlijk dan, Sander? Mijn leven. Ja, dat is wel gevaarlijk, ja. Dat weet ik. Gevaarlijk cool. Gevaarlijk king. Rewarding. Right now, ing. Kabooming. Oh nee, het leven haalt me. Herkenbaar. Ja, hè? Dat is kut, hè? Ja. Ik hoop dat op de dag van vandaag dat het ooit een keer anders zal worden. Oh. Ja. Helaas, ing. Wat is dit? Magische poeder. Talk to. Ja, daar heb ik niks aan, denk ik. Ik weet niet wat deze guy allemaal doet, maar ik heb er niks aan, denk ik. Godverdomme, het leven? Is niet zo pof. Oh, wat doe je, Mario? Helemaal niks. Nou, hij deed toch echt wat? Oh, ik deed die cap jump. Als ik die echt constant zou kunnen... Dan had ik waarschijnlijk en meer geoefend met speedrunning en dan had ik echt een zieke tijd kunnen neerzetten hierop. Oh. Maar ja, ik kan het niet. Dus het is allemaal gedroomd. Het was een droming. Nee, ik weet niet waarom ook eigenlijk, maar ja, ik kan dat niet constant goed doen, zeg maar. Soms doe ik het ineens goed en dan denk ik, wow, Sander, je bent niet helemaal slecht in deze game. En dan toch wel. En dan andere keren denk ik, wauw Sander, ik ben echt helemaal slecht in deze game. Hoe krijg ik zo'n tattoo beest hier? Nadenken. Sandring. Een beetje liefing. Sandring, hoor je wat je moet doen? Leaving. In de dating, dus doe dat dan ook in. Nee? Nee, sorry. Ik weet echt even niet meer wat ik moet doen. Dus daar vandaar dat ik zo... Doe, maar dat komt dus niet door jou. Gelukkig. Jij bent nog steeds een coole boy. Gelukkig. En ik zou daar niet tegen in durven gaan. Gelukkig. Dat is zeker gelukkig. Ik hou van die uitbekpootjes. Ik heb weer zo'n maandje gevonden. Fijn, ja. The nut round the corner. Nee. There's nothing to see. These here. Nuts. Ah, oh. Maar gaat het wel compleet anders dan. Dat klopt, ja. We are minder trollinking deze aflevering dan de vorige. Aflevering, dat is een Engels leenwoord. Ja, klopt. Wist je niet, hè? Nou. Kijk, weet je, als je zo... geavanceerd bent als ik in de Engels, dan heb je soms niet eens meer door dat shit Engels alleen woorden zijn, want dat, ja, dat gebruik je dan dagelijks, weet je wel, dus ja. Mm-hmm. Ja, voor de rest jij kan wel goed kletsing. I do be kletsing. Je bent een kletskoping. Kletsing koping.
Die konijn hierbovenop, die is ook niet echt heel moeilijk, zeg maar. Auw. Wat? Nee, niks. Wat? Ik snap het niet. Nee, je zult hem ook niet snappen. Je zult hem ooit een keer wel snappen. Nou, ben je dood gegaan bij die konijn? Shit, jij bent een loosering boy. Yo, wacht even. Don't hate him. Loser boy. Don't hate. Doe nou. Hey. En dan. Ja, dat. Loser boy. Dat was het. Path to the secret flower field. Keep it me. Oh, ja. Ik weet het. Sander, weet je het alweer? Nee. Het enige wat ik weet is dat ik... een loserboy ben. Wauw. Oh nee, dat is terug. Fuck. Hoe werkt dit ook weer? Oké, wacht even. Ik ben een tank. Kaboom. Letterlijk. Wauw. You do be tanking. Ik ben helemaal gewarpt om 3 meter verder op te komen. Oké, nee, leuk. Nee, dat met tijd en zo. Fijn. Heel fijn. Ik hoop echt dat ik hier niet te veel tijd mee verlies. Jawel. Ja, dat dacht ik ook al. Jij weet natuurlijk precies hoe dit moet. Mm-hmm. Magische poedering. Ik weet niet of dat werkt. Magische poedering werkt altijd. Even kijken, hoe zit dit ook? Een sterring! Of een maning bedoel ik eigenlijk. Hoeveel sterren heb je hier al? 9. Oké. Dat is niet het antwoord dat je had gehoopt, Sandring. Nou, dat zeg ik niet. Nee, maar je dacht het wel. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel, maar dat weet je niet bedoel ik. Sander, ik ga zo meteen lekker een roze Goomba verleiden. Zo, nice. Ik heb een roze Goomba verleiden, jij niet? Nee. Oh, ik vind dit zo frustrerend. Wat vind je frustrerend? Ja, dat ik niet weet waar ik nu naartoe moet. Nou, ben ik hier al geweest? Ah, dit is gewoon... Weet je hoe ze dat ook wel eens noemen? Nou... Loser boy! Nou. Oké. Ik ga het anders doen. Dat zie je niet. Kom ik hier verder? Like, for real. Like, ik zit echt vast. Ja, daar kan ik je... Het zou niet moeten gebeuren. Je weet dat je gewoon naar checkpoints kan vliegen, hè? Ja. Ja, okay, daar heb ik misschien helpen. Ja, ik dacht misschien helpt dat je. Ja, of ik moet naar onder, maar naar onder weet ik 1 ster en daar heb ik... Raak altijd verdwaald. Oh.
Ja. Oké. Nou, dat is in ieder geval eentje. The Frading? God hopping in the forest. Oh, dat moet ik misschien niet zeggen. Misschien geeft dat jou een hint. Nou ja. Hint, moging. Ja, maar liever niet. Ah, ik word echt gek. Yeah. Tendering wordt gekking. Hij wordt ja, omdat het boeien. Nee, ik vind het echt zonde van mijn voorsprong die ik had. Dat mee. Oké. Nou, ik weet in ieder geval. What I am doing. Ik hoop dat het lukt, ding. Come together like shabalabalabalabalabala dinkedong. Oké. Nou, skiing op die fire blowing. En nog dood, kutbeest. Jesus! Moet je gewoon hier naartoe? Nou, hoe vaak moet ik hem fucking bekogeling? Dankjewel. Oké. Hier zijn nogal veel van deze kanoning. Veel kanoning. Nee, nee. Oh, dan ga ik naar onder. Kut, daar raak ik altijd verdwaald. Dit is echt kut. Ik ga hem wel even. Of kun je die rukje terug? Nee, volgens mij niet. Sand ringing, hating zijn levening. Ja. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi. Waar weer zo'n salt in de chat komen. Worden jullie dat ook kijkbuis, kindertjes? Oké, maak me maar dood. Ik hoop dan niet dat ik weer in de deep forest kom. Dan ben ik echt fucked. Oh ja, dat is echt kut, ja, de deep forest. Ja, oh, daar blijf ik gewoon. Omdat je daar doodgaat, willen we dat je daar blijft. Okay. Ik snap het wel. Ja. Dat zijn die klote Goomba's. Goomba, 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 Goomba. Zijn er ook klote Goomba's? Oh, wacht. Is dit... Waar zijn die zaadjes hier ook? Oh, godverdomme. Bij de S van zaadjes. Nee. Nee? Ik heb geen tijd voor je domme grapjes. Wow, doe eens aardig, Sandering. Dit kan echt niet, hè? Dit is gewoon disrespect. Is dit? Dat is ook weer een grote koematjes. Oh, coins. Nee, daar heb ik veel aan. Dan kan ik ook niks. Tja. Zal ik daar eens wat worden? Die guy... Yo, jij gaat echt zo ziek hard inhalen. Als in... Ik zit nu in die deep forest. Hier ga ik echt nog 2 afleveringen vol zitten. Ja, want je kunt ook niet warpen als je hier zit. Warp, warp. Move. Ja, daar heb ik niks aan. Ground pound. Ja. Dat is leuk, zo'n maan. Maar ik wil hier weg. Hoe ga ik hier weg? Waar zijn die fucking zaadjes gebleven? Zo groot is het niet. Ik ben hier ook al 3 keer geweest, volgens mij. Dus...
Doe dan hoe ik... Ik doe zo, ja. Dit gaat niet zo goed bij Sander, nee. Heb ik het idee. Nee. Wat is dit voor beest? Oh ja, leuk. Iemand die allemaal... Daar heb ik niks aan. Wat is dit? Oh, die geeft me een zaadje. Oké. Kijken waar dat ding is. Daar is een straal. Oh jee, een laser. Ja, ik weet. Ik haat deze forest. Sander, heb je in de laatste tijd nog water moeten halen op het station? Ja. Nee? Ik wil een vrolijke Sandring. Dacht, ik maak een leuk rapje. Ik ben niet vrolijk. Nee, ze hebben het nog steeds niet gefixt, hè? Nee. Like, ik was echt maandag. Ik dacht ook nog maandag toen ik daar wat water wilde halen. Toen dacht ik nog, oh, ik ga zeggen, ik heb zo'n val. En dan zegt Milan, is het die van die water? En dan zeg ik, nou, het is een nieuwe versie, de sequel. Nou ja, dat heb je verpest, omdat je er zelf al over begon. Omdat ik er niet aan dacht. Nee, dus, ja, ik dacht van, even een leuk grapje om Sander op te nee, maar, even serieus, ing. Ik was dus maandag op het station, ing. En ik denk, watertje, chill. Ja, hè? Water is gewoon chill. Water is very poch in de dationing. Ja. Dus, ik denk, nou, weet je, ze zullen nu wel die waterpompen gefixt hebben of tang. Nee, toch niet. Ah, je hoorde hem grap niet. Oh, nee, ik hoor die... Nee, sorry, ik hoor die grap niet. Zeg nog ik zei waterpomp. Zullen ze wel gefixt hebben. Of die tang ook goed, maar... Je bent zo'n grappige boy van de waterpomp tank. Het is slecht dat ik hem nog uitleg. We have resumed our plant nurturing favorites. Ik moet hier zijn, maar wat moet ik hier doen dan? Wat staat er bij de X? Of moet ik nog verder naar boven? Maar hoe kom ik nog verder naar boven? What the fuck? Moet ik hier met zo'n ding komen? Dat is niet zo mooi. Nee, dat is het ook niet. Hoe moet ik dit doen? Was dit het al de hele tijd? Wat is jouw favoriete kingdom bij deze game? Sand. Ja? Ja, daar ken ik iets. Tenminste. Ja, maar is dat het enige waar je op de leukheid op baseert? Nee, dat was joking. Nee, ik vind het lastig. Wat vind ik... Ik denk Metro. Dan. Ja? Oké. Oh, dat vind ik wel een grappig antwoord. Ja? Maar ja. Grappig antwoord, ik weet nou, niet. Nou, als in van, die zou ik niet zo snel hebben dat iemand die kiest, zeg maar. Maar ik vind het ook gewoon een vette kingdom. Alleen, ik vind zelf, mijn favoriet is de Beach Kingdom, zeg maar. Omdat ik die gewoon heel erg aan Sunshine moet denken. En island, weet je wel, waar je op neerstort. Die vind ik Lost. Ook wel vet. Nee. Ja. Ja, volgens mij wel. Die met die vogel. Zeker. Ja. Hoe kom ik daar boven? Nee, maar serieus. Hoe kom ik daar boven? Wat is dit voor gekut? Hoezo kan... Ik zie waar ik naartoe moet. Alleen, ik weet niet... zie ik iets over het hoofd of zo? Moet ik dit allemaal wegschieten met die tanks? Ik snap het helemaal niet meer. Nee. Ja, dit is echt frustrerend. Ja, dat idee had ik al. Dan ben je uit die Cut Kingdom. Man. Gaat hij zo doen? Hoezo kom ik daar niet? Hoezo kan een tank niet zo'n klein, inimini, dom dingetje... Oh, meen je dit?
was dat het? Kamertje. Oh, wat gebeurde er? Nee. Kom op, Mario. Oh, de tijd is om. Ah, fuck. Nou, jij hebt sowieso ingehaald. Dat denk ik ook wel, ja. Hoeveel sterren heb je? Of ben je al uit deze kingdom? Ik zit al in de Lake Kingdom. Ja, dat dacht ik wel. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Voor Sander, geef wat liefde in de comments. Want Sander heeft de liefde nodig. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.